your information. Bent u ervan op de hoogte dat Henk Alphonsus Eugène Aron op 25 april 1936 het levenslicht heeft gezien? Henk Aron was in de jaren 70 de leider van de Nationale Partij Suriname, de NPS. Na het overlijden van de legendarische NPS-voorzitter Johan Adolf Pengel in juni 1970, nam Aron het roer van deze politieke partij over. De NPS onder leiding van Aron won, deel uitmakende van de Nationale Partijcombinatie, de NPK, bestaande uit de NPS, PNR, PSV en KTPI, de verkiezingen van 1973. Henk Aron werd minister-president of premier. En met dit begrijp was aan die boom. Mij eenmaal gegeven woord zal ik tot de dood gestand doen. Ook aan eenmaal gegeven woord die er regering van mij doet ten opzichte van de Nederlandse regering. Wij hebben ons woord gegeven aan het kabinet De Uil. Het kabinet Aron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Ja! Bent u ervan op de hoogte dat onder leiding van Henk Aron Suriname onafhankelijk werd in 1975? In 1977 won de NPK met een gewijzigde bezetting bestaande uit de NPS, KTPI, HPP en PSV de stembusgang en Aron kreeg een tweede termijn, welke hij vroegtijdig moest beëindigen vanwege de staatsgreep op 25 februari 1980 onder leiding van sergeant-majoor Daisy Bouterse. De militaire ingreep was het gevolg van het wanbeleid van de NPS-regering. Henk Aron is in 1987 bij de eerste verkiezing na de militaire periode gekozen tot vice-president van de Republiek Suriname voor een periode van 5 jaar. Ook dit termijn heeft hij niet uitgezeten vanwege de militaire ingreep in 1990, welke bekend staat als de telefooncoup. Op 25 april 2003 werd de naam van de Gravenstraat omgedoopt in de Henk Aronstraat. Vanwege de bijdrage van Aron aan land en volk is door president Venetiaan op 26 april 2008 een standbeeld van Henk Aron onthuld tegenover het oud-kabinet van de president Andekombe. Bent u ervan op de hoogte dat Henk Aron overleed op 64-jarige leeftijd? Hij overleed op de verjaardag van zijn vrouw Nettie Aron Lewin op 4 december 2000 in Alphen aan de Rijn in Zuid-Nederland. Zijn stoffelijk overschot werd in Suriname gecremeerd. For your information.